Hoi, ik ga laten zien hoe je zelf pindakaas maakt. Naar aanleiding van ook wat commentaar op mijn post op Facebook over de Calvé pindakaas en de Filet d'Or pindakaas die vol met suiker zit. Hoe maak je nu zelf pindakaas zonder dat daar ook maar 1 gram suiker in zit? In ieder geval toegevoegde suiker. Dat is eigenlijk heel simpel. Wat heb je nodig? Je hebt pinda's nodig. Lijkt me logisch. In dit geval een pond pinda's. Dan heb ik Keltisch zeezout. En ik heb biologische kokosolie. Daar heb ik een volle eetlepel van. Heb ik gesmolten in een bekertje eventjes. En ik heb gewoon een flinke snuf Keltisch zeezout gepakt. De pinda's die heb ik in dit geval vorige week gehaald op de bazaar in Utrecht. Wat heb je verder nodig? Een keukenmachine. En dan een keukenmachine met een zo'n mes erin. Met zo'n flink scherp mes erin. En dan is het eigenlijk een kwestie van alles in de blender gooien. En gewoon flink laten malen. En dan komt het helemaal goed. Ofwel, we gaan eerst de pinda's erin doen. Oeps, oké. En alvast de zout doe ik erbij. Moet ik even met één hand doen, dus sorry. Zo, zout zit erin, echt waar. En dit laat ik nu eerst even mengen. En dan komt er vanzelf al olie uit de pinda's vrij. Die laat ik dus even mengen. Dat wordt herrie, dus dan ga ik hem zo even op pauze zetten. En als dat goed is, dan doe ik de olie erbij. Dus ik ga hem nu even aanzetten. Gaat even herrie worden, sorry. Oké, ik ben nu ongeveer een minuut, anderhalve minuut verder. Nu is eigenlijk de grove pindakaas is al klaar. Zie je, alles is lekker fijn gemalen. En nu is het tijd om de olie erbij te doen. Dat wordt een uitdaging om dat door je camera te kijken hoe je het inschenkt. Oké, nou dan gaan we even dolmixen. Tot zo. Ik heb nu een 3 minuten ongeveer heb ik de machine aan laten staan. Nou, eens even kijken. Nou, dat ziet er aardig uit. Voilà. Oh, sorry voor de herrie. Voilà. En kijk. En zo maak je pindakaas zonder suiker. En als je een beetje wil laten opstijven, dan doe je hem in een potje. En dan in de koelkast laat je even flink afkoelen. Want dan zal de kokosolie en die smaak, die merk je helemaal niet meer trouwens. Die smaak die gaat dan helemaal weg. En dan wordt de pindakaas lekker hard. Heerlijk om tussendoor lekker even te snoepen. Dit snoep ik nu even op. Lekker. Super gezonde snack. Dit kun je natuurlijk ook doen met andere noten. Cashewnoten, pistachenoten, noem maar op. Succes!